Als we naar andere culturen in Europa kijken, alleen al, dan zie je wat tegenstrijdige bewegingen, denk ik. Aan de ene kant heb je de indruk dat culturen dichter naar elkaar toe groeien, dat het allemaal wat eenheidsworst wordt. Bijvoorbeeld vanuit de media gezien, omdat we allemaal naar Amerikaanse programma's kijken. Het Engels doet groot werk, want dat is een beetje de lingua franca geworden in heel Europa. Zelfs in Frankrijk zie je dat. En aan de andere kant zie je ook dat aparte culturen zichzelf juist meer gaan manifesteren. Denk aan afscheidingsbewegingen. Recentelijk die hele geschiedenis met Catalonië bijvoorbeeld. En zo zie je in België natuurlijk, maar ook in Nederland, dat aparte regio's zich veel meer gaan manifesteren, ook op cultureel gebied. Dus hoe kijkt u daarnaar? Is dat, groeien culturen naar elkaar toe? Of zie je juist een beweging dat ze zich meer als aparte cultuur gaan manifesteren? Ik geloof dat je daar geen algemene uitspraak kunt doen. Dat in het ene geval gaat het zus, in het andere geval gaat het zo. Dat is ook. Zo gaat dat in de wereld. Het gaat met mensen ook zo. Sommige mensen die zijn anders dan andere mensen. En die hebben ook een heel andere ontwikkeling dan andere mensen. Ja. Dat blijft zo. Je hoopt dan maar dat het goed blijft gaan. Dat merk ik in veel van wat u schrijft en wat u zegt. Als het over culturen gaat, dan spreekt u altijd met tenminste twee woorden. Dan spreekt u altijd met tenminste twee woorden. Ik bedoel daarmee dat u voortdurend vermijdt om van culturen stereotypen te maken. Ja. Die mensen bestaan niet. Dat is typisch. Dus het zijn hulpmiddelen om iets van culturen te begrijpen en om cultuurverschillen te kunnen duiden en te kunnen herkennen, maar vermijd om er een soort van monolithisch blok van te maken. En om mensen te identificeren door middel van hun cultuur. Ja, dat is helemaal fout. Dat is helemaal fout. Het is iets wat mijn probleem met de Amerikanen altijd is, omdat die het verschil tussen nationale culturen en persoonlijkheden niet kunnen zien. Tussen landen en individuen. Daarom is mijn theorie, die kon ook nooit door een Amerikaan uitgevonden zijn. Het is wel bij sommige Amerikanen erg aangeslagen, maar er zou nooit een Amerikaan hierop gekomen zijn. Alleen al omdat ze te weinig van de rest van de wereld weten. In mijn eigen werk, en ik ben benieuwd of dat ook overeenkomt met uw kijk, ik hoop van wel. Probeer ik altijd duidelijk te maken dat aandacht voor cultuurverschillen vooral bedoeld is om er doorheen te kunnen kijken en de persoon te kunnen zien. Precies, Dus het gaat niet om de cultuurverschillen. En waarom een persoon ook zich op een bepaalde manier gedraagt. Waar is hij, uit wat voor achtergrond is hij gekomen? Hoe is hij als kind in de wereld gestapt? Dat helpt om een persoon te begrijpen. Ja.
Ik ben heel blij dat u dat, dat we dat met elkaar delen. Ja, ja. Ja. En tot slot van het gesprek wil ik u natuurlijk van harte bedanken voor dit gesprek. Zou ik zeggen, ja, ik wens u ook nog veel plezier toe met de cultuurverschillen. Ja. Want, ja. Want ja. Het, we moeten het in die zin ook niet al te ernstig opvatten. Ja. Het is niet, de cultuurverschillen zijn niet per se een probleem. Ja. Ja. Het is ook zo'n verrijking voor ja, wat je als mens bent ja. En als onderdeel van een samenleving en van een wereld. Het maakt de wereld zoveel kleurrijker. Hm. Dus hartelijk bedankt voor alles wat ik van u heb kunnen leren. Ja, en voor dit gesprek. Vond het leuk als vervolg op mijn optreden in Gent. Ja. En dat heeft ook veel te maken met het feit dat ik daar mijn familie heb zitten. En dat ik het dus erg leuk vond om de familie te, ook in contact te brengen met de Universiteit Gent, en het is ook zijn prima mensen. En wie daar ook dus op de eerste rij zat, dat was mijn Vlaamse kleinzoon, die zelf zegt dat hij 3/4 Vlaming is en 1/4 Nederlander. En die binnenkort eraan toe is om aan de universiteit eraan iets te gaan doen. Hij zit aan het eind van zijn schoolopleiding aan de. En dus kiest hij voor de machines of voor de mensen? Hij kiest ongetwijfeld voor de mensen. Of hij het zelf al weet, weet ik niet. Maar ja, maar hij heeft dat ook in zich zitten. Het is, ja, wat ik zeg, ik.